In 1963 vertrekt de dan 26-jarige Engelse kunstenaar David Hockney op uitnodiging van zijn galerie in Los Angeles naar Amerika. Hij wordt erg beïnvloed door wat hij al zag toen hij met het vliegtuig bij Los Angeles aankwam, namelijk die oneindige hoeveelheid zwembaden die achter ieders huis zag glinsteren, twinkelen en hem eigenlijk uitnodigden tot het nadenken over hoe kan ik deze vormen eigenlijk in tekeningen, schilderijen verwerken. Hij is toen begonnen met een vrij grote serie van schilderijen waarin het thema zwembad steeds terugkwam, waarvan er zelfs één een aantal jaren geleden voor bijna 90 miljoen dollar is verkocht. Een aantal jaren later, in 1978, werd op uitnodiging van zijn lithograaf, Kenneth Tyler, om een aantal litho's te maken op een nieuw soort papier, handgeschept papier, wat Tyler zelf had ontwikkeld. En hij nam de kans waar om daardoor ook een nieuwe serie zwembaden te gaan maken. Dat zijn uiteindelijk 12 verschillende prenten geworden, met eigenlijk steeds dezelfde afbeelding, die rechthoekige bak met daar perspectiefisch verlopend die duikplank. Heel studieus, dat is al zijn werk. En zo maakt Hockney zijn serie. De litho van David Hockney die je hier ziet, Lithographic, Water, Made on Paper, is een van de eerste uit die serie van 12 litho's over zwembaden. En wij zijn heel trots en blij dat we deze litho in deze veiling kunnen aanbieden.